dat zij vanaf, geloof ik, als ze 8 is of zo. Ja. En die hebben ruim 2 maanden vakantie in Frankrijk. Oh, die zijn met vakantie in Frankrijk nu, hè? Of wonen ze daar? Ja. Oh ja? Wat en doen ze dan? De man waar ze mee getrouwd is, dat is een of andere, ja, hoe moet die noemen? Met een of andere secte is die leider van. Een soort dominee. Wat vind je ervan? En ze krijgen, ze op zaken pro deo hoor. Ze wonen, luister, ze wonen in zo'n vreselijk klein vletje. Ja? In Frankrijk? In Frankrijk. Maar wat is dat dan voor een sector? Dat weet je niet precies, hè? Maar religieus, christelijk of? Christelijk. Of een beetje zweefdoosachtig, zoals ik dat noem? Ik weet het niet. Een beetje ik heb hem niet gevraagd. Ja. En die man die, ze krijgen wel, net dat ze niet verhongeren, weet je wel. Ja. Er is niks. Zoals bij de boeddhistische, bij de monniken. Ja. Maar Henk en Lijs doen er veel aan en Lijs maakt veel kleertjes en als ik zulke praktische dingen doe. Maar ze zijn inderdaad heel gelukkig met hun grootouder, grootmoederschap. Ja, met, dat denk ik wel. Met kinderen vindt het heerlijk in de hand. Ja. Maar ze kunnen ook, dat is in Frankrijk, die kinderen kunnen in een kamp, hè. Ja. Om zo lang vakantie hebben. Ja, dat zijn die, in die Franse scholen ook hebben, omdat de ouders... Maar ze willen, en ze konden dus kiezen, waren verschillende kampen. En Leijs zegt, dat is wel leuk, ze kunnen een kamp met paarden en met weet ik wat allemaal. Dat is allemaal, dat is heel leuk, zegt Leijs. Ja. Maar die kinderen willen alleen maar naar Holland. Ja, dat is typisch van Frankrijk, hè. School, die kampen voor de zomer, omdat de ouders nog werken. Dan zitten de kinderen vaak thuis en vervelen zich. En ze zeggen, drie kinderen op een vleetje boven. Kan helemaal En alle vriendjes met vakantie. Nou, dat weet ik niet. Dus, En pa, dat boek ben je aan het lezen? Dit gaat over... Ja, de zand. Dat is een vrolijke titel. Waar is het gaat van de Ark van Noor. Ja. En die mevrouw Frederiksson, die heb ik meer boeken van. Die, dat had jij gekregen van wie ook alweer? Van, ik heb het van Arie in de boekenbol gehad. Oh ja. Zij is nu overleden en dat is haar laatste boek. Ja. En dat is dus zij, Noor en zijn vrouw, heeft zij als gewone mensen. Dus niet als wij denken wat voor wezens het zijn. Ja. Zij beschouwde dus dat hij gewoon een man is met een vrouw en een paar kinderen. Ja, gewoon onze tijd vertaald, maar dan wat, wat leuk. En ze heeft bijvoorbeeld ook een boek geschreven, dat vind ik ook heel goed. Dat gaat over Maria Magdalena met Jezus. Jezus had haar als uitverkorene. En zij beschrijft dus dat het gewoon een man en een vrouw zijn. Dus Jezus is een gewone man, met een gewone natuurlijke driften en alles. En dat hij af en toe bij haar kwam en bij haar woonde. Ja. En gewoon als man en vrouw leefde. Zo beschrijft hij, dat is heel boeiend hoor. En nou schrijft ze, die vrouw van Noach is dus ook een hele, een vrouw die dus zich op staande moet houden. Ik heb het nog niet gelezen, maar mijn vader zegt dat het wel aardig is. Leuk zijn dat, hè? Die leesadviezen. Dat iemand dat aandraagt. Oh. Maar dat lukt wel, dat lezen, pa? Oh ja. Ja, het beste hoor. Ja, dat kun je altijd zo wel goed. En je ogen doet ook goed nog. Ja. Hè? Maar als je kunt niet lang volhouden. Ja, daar heb ik ook last van. Nee. Die band zie je. En praten gaat moeilijk. Ja, dat is wel lekker rustig voor ons. Dan, ja. Hè? Er moet ook altijd iemand hier naar luisteren. Als je weinig praat, is het rustig. Ja. Ik weet meestal toch wel wat je denkt, hoor. Kijk, nu zal ik... heb je wat? Nou, heeft hij ook geboekt? Wie? Rits. Rits? Waarvoor? Ja, dat kwartaal extra. Oh ja. Maar het gaat automatisch, geloof ik, hè?
Ik doe het door. Ja, dat is gewoon in Frits niks aan. Hè. Dit gaat gewoon automatisch. Kijk, telefoon. Dat is die. Nu kun je opnemen. Die, van jou. Ja. Alleen het gaat maar één keer, het geeft het rinkeltje. Zie je? Maar die gaat er wel goed hoor. Ja, dan heb ik het dus niet wat er maar ligt. En dan kun je woord indrukken. Ja, nu kun je al spreken. Nee, je kan gelijk, als je hem openklapt, kun je gelijk praten. Oh, toch? Of ja. Kan je niet in de computer? Nee, niks in het type. Dus op, nu kun je praten. Moet je maar je oor zetten. Ach, dat zijn ze aan het boren. Dat nee, je moet aan het oor zetten. Je telefoon, kun je, je moet aan het oor zetten, hoor je wie het is. Ja. Dan hallo. Even hallo roepen, want dan moet je weten dat je er bent. Hallo. Hallo. Ja. Aansluiting, hè? Oh, dat is een aardige foto. Dat is mooi, hè? Ja. Film zelfs, met geluid. Ja, ja. Leuk. Wat is die van je? Maar je moet gelijk, als je gelijk openklappen en praten. Oh. Zo makkelijk gaat dat. Ja. Oh, je kan het wel. Vanmorgen heb ik je nog gebeld. Ja. Vanmorgen heb ik je nog gebeld toen hij hem ook opgenomen. Ja. Maar hij ging nu maar één keer af, maar het kan zijn dat iemand anders gelijk neergelegd had. Ja. Nou, hier. Heb je geschoren? Nou, je geschoren naar je scheerapparaat? Het uitzicht. Waarom ligt je scheerapparaat daar? Dan moest ik me mengeren. Heb je dat gedaan? Ja, maar dan moet je oppassen dat het er niet afvalt. Nou, doe dit eerst maar eens. Dat doet hij dan niet uitzicht. Ja, als het kan op de grond vallen. Als jij hem bij de elleboog een duw geeft, valt hij op de grond. Ja, iets meer op tafel. Zijn er nog geen op tafel? Ja. Ben je klaar dan met scheren? Ik heb dat ding niet. Ik zal het straks wel weer wegleggen. Nou, ik zal dit weer meenemen naar huis. Je hebt het gezien, hè? Dat hoef je niet te onthouden, want het is niet te onthouden. Dus, Het is nou niet echt een zomers weer, Mini, vind je? Vandaag niet, maar het is helemaal niet koud. Nee, dat wel, niet. Hè, dat niet. Dus dat was lekker, want toen zei ik al, als het morgenmiddag zo is, gaan we weer een klein eindje wandelen hier omheen. Oh ja. Ja, maar dat lukt ook wel, hè? De rolstoel, hè? Ga je de lift in, hè, pa? Ja. Ja. Met die ding mee? De rolwater? Nee. Wandelstok. Met de rolstoel bij. Ja, als je bij hem wil wandelen, doe je hem in de rolstoel, hè? Oh ja? Is het niet beter? Moet je ergens een rolstoel zijn, waar weet ik niet hoor. Oh, ja. Als je even vraagt. Ja, precies, maar lopen gaat niet goed meer. Gaat wel, nog een beetje. Schuifelen. Je kunt beter als je met een wandel wil even naar de rolstoel. Ja. Maar we hebben hier nog niet gewandeld. Nee. Moet je eens een beetje wennen, hè? Ja, voorlopig even. Hoe heb je geld genoeg in die portemonnee? 10 euro. Is dat genoeg? Nee. Hoeveel wil je hebben dan? Dan ik schrijf alles op. Dan ik heb wel geld bij me. Een boekje. Hoeveel wil je hebben? Ik heb geen maar 2 tientjes of 50 euro. Of wil je liever. 50 euro. Wil je liever een paar tientjes hebben? Een paar tientjes. Wat wil je hebben? Een paar tientjes. 3? Zoveel geld heb je hier niet nodig, maar dan heb je toch iets. Nee, maakt allemaal niet uit. Wat zeg jij? Je broer denkt er anders over. Ja? Hoezo dan?